Welkom allemaal. Mooi dat het nu allemaal werkt. Ik zie ook dat er nog wat extra mensen bijgekomen zijn, dus dat is mooi. De komende 2 uur ga ik jullie hopelijk een hoop leuks en een hoop moois vertellen over DevOps. En daar heb ik een slide deck voor. Wat jullie te wachten staat vanmiddag is allereerst een korte introductie wie ik ben. Daarna gaan we eens kijken waarom eigenlijk DevOps zo leuk is. Dan volgt er een korte poll met een vraag aan jullie. Wat jullie praktijk op dit moment is. Dus daar deel ik zo meteen een link voor met een formulier om in te vullen. En dan gaan we gaandeweg het webinar eens door de antwoorden die jullie gegeven hebben heen lopen. Naast het theoretische verhaal wat ik daar tegenaan pak. We gaan daarna kijken naar eigenlijk de basis van DevOps. Wat is nou de achtergrond van DevOps? Wat kan er zo bij kijken? Daarna hebben we een korte pauze om eventjes een bak koffie te pakken, even de benen te strekken. En na de pauze is er een Q&A. Dus ik wil jullie ook bij deze verzoeken om alle vragen die je hebt, om die even op te schrijven of even in een klapboekje te zetten. En die in de pauze via de chat te sturen, zodat ik na de pauze kan beginnen met het beantwoorden van een aantal vragen. En mogelijk ook wat tips en wat ervaringen kan uitwisselen. Daarna gaan we verder met het tweede deel van de achtergrond van DevOps, dus wat DevOps op gebouwd is. En aan het einde kijken we nog eventjes naar welke stappen je verder zou kunnen zetten op het gebied van DevOps. En we eindigen met opnieuw een Q&A. Dus mochten er na het tweede deel nog vragen of opmerkingen zijn, dan hebben we daar nog tijd voor. De bedoeling is dat het ongeveer 2 uur duurt. Het zal wat meer of wat minder zijn. En als er nog leuke vragen zijn. Ik heb vanmiddag voor de rest geen schokkende afspraken. Dus als we een leuke discussie hebben of als er leuke vragen zijn, dan hebben we wat mij betreft wat uitlopen. Dus veel plezier. En om eens te beginnen zal ik mezelf even netjes voorstellen. Ik ben Marcel Koornegoor. Ik ben 35 jaar en in het dagelijks bestaan ben ik directeur bij AT Computing. Vandaar dat het scherm ook blauw geworden is. Ik ben geen IT'er van huis uit. Ik ben een geluidstechnicus. En heb eigenlijk een switch gemaakt. Altijd wel in de technische kant gezeten, maar nooit echt met computers bezig. Tot een jaar of 10 geleden. Toen ben ik bij Achmea begonnen in de IT. En daar een bult en een deuk opgelopen met een hoop ervaring in de praktijk. En nu na een aantal omzwervingen eigenlijk bij een mooie open source club terechtgekomen. Met 20 medewerkers die de hele dag alleen maar bezig zijn met Linux en open source software. Dus vandaar ook de Pingmin en het Open Source Initiative. In mijn vrije tijd mag ik nu even wat minder. Maar normaal gesproken heel graag op de racefiets zitten. En is geen berg te hoog. En ik ben getrouwd met een lieve vrouw en vader van een mooie dochter. Nou, ik zei net al even dat ik geen diehard IT'er ben. Ik ben een beetje van alles wat. Dus als je mij plot op deze mooie driehoek, dan fiets ik een beetje rond eigenlijk tussen het schrijfvak van management, technologie en proces. Dus ik probeer overal wat van te vinden, maar overal mee te bemoeien en overal ook vooral wat van te weten. Nou, als we dan eens kijken naar DevOps. Wat is nou eigenlijk de hoofdreden om überhaupt te overwegen om met DevOps aan de gang te gaan? Dat is vooral een reductie van complexiteit. We hebben het door de jaren heen met IT en met alle bedrijven waar we werken behoorlijk moeilijk gemaakt. Daarbij is die complexiteit een van de factoren waardoor er snelheid verloren gaat. Waardoor het lang duurt om nieuwe functionaliteit te maken. En waardoor het ook lang duurt voordat uiteindelijk een product van het eerste idee bij de klant op het beeldscherm verschijnt of in het schap ligt. En dat wil je met DevOps gaan versnellen, zodat je een betere concurrentiepositie hebt. Nou, wat daarvoor nodig is, om te zorgen dat je ook meer gaat samenwerken. En dat je dus als bedrijf zijnde voorkomt dat je tussen afdelingen elkaar tegenwerkt. Maar dat je juist met z'n allen dezelfde kant uitloopt en elkaar helpt als dat kan. En als dit allemaal een beetje begint te werken, dan zie je dat niet alleen de bedrijfsresultaten daar een positief effect van hebben. Maar dat vooral ook de medewerkers tevredenheid toeneemt. En dat over het algemeen de medewerkers een meer tevreden gevoel hebben als ze naar huis gaan. Meer voldoening halen uit het werk. Omdat er meer af is en er daadwerkelijk meer voortgang geboekt is. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste winst die DevOps kan realiseren. En bewust als laatste neergezet. En dat is natuurlijk wel iets wat soms andersom wordt gezien. Hè, dat DevOps een smoes is om een reorganisatie af te trappen. Is absoluut niet de bedoeling. DevOps zegt juist, je kunt omdat je alle bovenstaande punten pakt. Kun je met dezelfde mensen uiteindelijk een hogere toegevoegde waarde realiseren. Waardoor je uiteindelijk een kostenreductie krijgt. Niet door FTE's af te schaffen. Maar omdat je dus meer waarde kan toevoegen met dezelfde mensen. Dat is het hele gedachtegoed. Nou, dat is even in vogelvlucht. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd naar de praktijk. En die ziet er over het algemeen meer zo uit zoals op dit plaatje.